Audi A4 Avant, zwart. S-Line, 2 liter TDCi met 103 kW, dus 140 pk. Xenon koplampen, mistlampen, helder koplampen. De auto heeft een nieuwe distributieriem gekregen. Heeft een nieuwe koppelomvormer voor de automaat. 7 traps automaat heeft hij met schakelen op het stuur. Dus de flippers achter het stuur. Waarmee je bloedsnel kunt schakelen. Uiteraard kun je hem ook volledig automatisch rijden. Geen steenslag. Van enige betekenis. Op deze auto. Hele mooie velgen, origineel Audi, met Michelin banden. Heldere richtingaanwijzers, chrome spiegels, chrome ramenlijsten, chrome Imperial, dakrails zoals dat heet, instapverlichting. Aluminium accenten op de portieren. 4 elektrische ramen. Centrale deurvergrendeling. Alarmsysteem. Want in de deur zitten kun je uitstellen. De bewegingsalarm. Als die zo gestolen zou willen worden. Moeten worden. Instaplijst. Van de S-Line. Hele mooie stoelen met S-Line logo in de lederen bekleding. Automatische rijverlichting. Cruise control. Bediening van de radio op het stuur of telefoon of navigatie. Dit zijn de flippers om te schakelen. Terug en op. Automatische versnellingsbak, 7 traps. Volautomatische airconditioning. Navigatie. ESP wat uit te zetten is. Armsteun met aflekbak. Deze auto heeft de oppompbare rugleuning. Verkeert werkelijk in nieuw staat. Nou, achterportieren in een dito. Ook keurig mooi. Belichting onder de stoelen. Netjes voor de kinderen om eventueel iets in te steken. Aflegbak. En bekerhouders. Ook achterin uiteraard de S-Line instap dorpel. En diezelfde mooie wielen. Mooie heldere achterlichten. De uitlaat dubbel. En Parktronic heeft hij. De kofferruimte. De trekhaak is afneembaar. Er is een plaats voor, want die is origineel af fabriek. Dat is een plaats voor in de kofferruimte bij het boordgereedschap. Hallo. En dan zit er nog een gordijn in voor bagage. Of voor als je een hond achterin zou hebben zitten.
brandstoftank, klepje, diesel uiteraard. De stapverlichting uiteraard weer. Ook op de portieren staat het S-Line logo. Dit is een verlengde zitting, is in beide, zowel de passagiersstoel als de bestuurdersstoel heeft dit. En ook hier is de stoel op te pompen zodat je er strakker in komt te zitten. De auto heeft een fenomenale wegligging. Hij is erg snel, heeft een lekkere zware sound. Ik verwacht helemaal niet dat het een diesel is als je ermee rijdt. Ook niet als je hem hoort lopen. Schitterende Audi.